We krijgen nu de start van Paul Grols, die insgelijks met een Belgisch trekpaard rijdt. Dana van het Hofveld. Dana van het Hofveld neemt de hindernissen zelfs, of neemt de poorten liever, in galop. Die zal ongetwijfeld een snelle tijd maken, als hij in de hindernis even vlot doorgaat. En blijkbaar lukt hem dat. Nog steeds een zeer goede vaart in. Gaat nu naar poort 8 en 9. Is nog steeds correct, is nog steeds foutloos. Ook de 10 neemt hij foutloos. Nu komt hij in de hindernis. Willy naast. Benevens er iets aangehaalde sponsors, hebben we ook het tuincentrum Leirens van Tollenbeek, AVV. Paardenvoeder Meiten en ferro- en onferro-metalen van den Broek de Zutter, van Nienhoven. Ferro- en onferro-metalen, daartegen zeggen ze in Nienhoven, oud-Dodger. Steeds correct. Steeds foto's. '17. Nog drie poorten. 18, 19 en 20. Waar praktisch nog niemand een fout op gemaakt heeft. Dat zal hier ook het geval zijn. Zonder, foutloos. Ik denk de eerste.